dan heb je gewoon een hoopje dode bijen. Of een hoopje, dat zijn er dan ook wel een paar duizend bij elkaar. Ja, en dat is gewoon een heel treurig gezicht. Veel imkers zien een grote sterfte onder hun bijen. Ruim een derde van alle bijen heeft de winter niet overleefd. Stadsimker Marjolein doet dit werk al 8 jaar en heeft zoiets nog nooit meegemaakt. Meestal heb je zo ongeveer 10% bijensterfte, is wel vrij normaal. Maar ik heb toch ook wel wat meer dan anders, 30% of zo. En ook wel van volken die eigenlijk heel sterk de winter in leken te gaan. Groot, robuust. En daar is nu helemaal niks meer van over. Die kasten doe je open, deksel eraf en ze zijn helemaal leeg. Dus ja, dat is echt wel een drama. Waarom sommige bijen doodgaan en andere het wel overleven, is Marjolein een raadsel. Het zou kunnen dat het met een kwakkelwinter en hete zomer te maken heeft. In de herfst gaan ze door de kou al in de kast zitten om de winter door te komen. En door het warme weer blijven ze langer vliegen. Dus het zou kunnen dat ze daardoor dat ze daar last van hebben. Maar eigenlijk is het gewoon, weten we het niet precies. Bijen zijn gewoon heel erg bijzonder. Ze werken hoe ze samenwerken. En ze kunnen niet zonder elkaar. Het is gewoon een feestje om elke keer mee te werken. En met die positieve instelling houdt Marjolein de moed erin. Er zijn er veel dood, maar gelukkig leven er ook nog een hoop. En daar ga ik gewoon weer rustig mee verder. En gelukkig zijn bijen ook wel veerkrachtig. En daar kan ik nog weer mee door.